Waar zijn we en wat is hier te doen? Ja, op de tweede editie van Mandala, dat mijn dochter verzonnen heeft toen ze 4 was, is nu 7. En waar ik door geïnspireerd ben om na 13 jaar solo, om toch een nieuw concept te verzinnen, zeg maar. Mijn dochter zei van, het is een festival voor papa en mij en voor iedereen die lief is. Hè. En hier hebben wij gewoon alle parels van de zijstraten van de society hebben uitgenodigd om ze te laten zien. Op Mandala? Dat is echt een fantastisch festival. Het is lekker weer, gezellige mensen, jong, oud, alles door elkaar. Het is heerlijk hier. Genieten. Je houdt de touwtjes graag in handen. Ja, inderdaad. Gewoon een relaxte sfeer. Het is gewoon iedereen die chillt en als ze willen dansen, gaan ze dansen. Gewoon heel relaxed. Dit is echt... Dit is mooi, toch? Wat maakt het mooi? Bier. Ik heb het super naar mijn zin. Ja. En jullie? Iedereen is echt anders, verschillend. Een heleboel hippies, heel veel aapjes kijken eigenlijk. Toch? Vinden wij leuk. Heel vrolijk, vrij. Hartjes en elfjes. Zie je ze niet vliegen? Ik kom aan hoor. Als je hier bij een boom wilt gaan zitten, dan doe je dat gewoon en vind ik het prima. Ja, dat is gewoon super chill. Ik bedoel, kijk hoe het eruit ziet. Dat is echt geen één festival. De sfeer is top. Ja, ja. Inderdaad. Een beetje hippie-achtige topsfeer. Zeker weten. Ik vind het heel leuke muziek. En ik raad aan om er naartoe te komen. Ik ben met papa en mama hier. Ja. Hier op de camping. We staan hier in de jaagplaats. En kun je ook dansen? Een heel klein beetje. Laat zien.